Traditiegetrouw was er op carnavalsdinsdag in Dussen, ofwel Klaaiendam, de raadsvergadering in Kasteel Dussen. Ook traditie is dat er een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders aanwezig is. Dit jaar bestond deze afvaardiging voor het eerst uit bijna het voltallige college van de nieuwe gemeente Altena. Wie voor het eerst deelneemt aan de raadsvergadering wordt aan het werk gezet met een kleiopdracht. Want dat is onderdeel van de inburgering in Klaaiendam. Traditie is hier inderdaad bij je eerste bijzondere raadsvergadering met de Raad van Elf. Dan moet je iets gaan kleien, Klaaiendam. Gelukkig had ik die al in 2017 een keer gehad. Toen mocht ik iets kleien en toen waren in ieder geval, toen werd er gezegd van je houdt schone handen. En toen kreeg ik handschoenen waar de vingers afgeknipt waren. Dus uiteindelijk waren de handen nog steeds vies. Maar de traditie is wel heel mooi om dat zo voor te blijven zetten. Tijdens de raadsvergadering worden er diverse carnavaleske punten afgewerkt. Die slaan op het wel en wee in Klaaiendam. Een niet moeilijk stuk. Nummer 8. Meelichtjes. Meelichtjes? Oh ja, die hoort nog bij die kerstboom, joh. Meelichtjes. Kerstboom, meelichtjes. Sorry. Die hoort nog bij die kerstboom. Door waren vergeten. Wat was dat alweer? Dan hebben we toch even in 5 minuten tijd 11 punten doorheen gedaan. Ja, en door iedereen ondertekend, hè? Ook nog. Ook kwam de veiling van de inventaris van het gemeentehuis in Werkendam nog ter sprake. De karaoke set die daar te koop werd aangeboden, kwam zelfs deze middag goed van pas. Sommige mensen hebben altijd geluk. Dus Peter en ik, die mochten inderdaad... Peter had ook al een aantal jaren geleden al gekleid hier in de vergadering. Dus wij mochten karaoke doen. Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Volgens de voorzitter van de vergadering hadden wij vele uren al kunnen oefenen. Want de karaoke set kwam uit de inventaris van de gemeente Werkendam. Een ander item van deze veiling was het beeld van prinses Beatrix. Een beeld wat vroeger in het gemeentehuis van Dussen, het kasteel, stond. In die hoek, Juliana. En in de andere hoek, nee, die sokkel is leeg. Ik werd nu met een kwinkslag benoemd, maar ook wel serieus. En dat snap ik heel goed. Ook als je iets gekregen hebt, dan mag je dat natuurlijk niet zomaar wegdoen. Maar weet je, waar mensen werken worden ook wel eens fouten gemaakt. Dus ik denk dat dat is gebeurd en we gaan kijken van hoe we dat weer recht kunnen zetten. Tot slot had de burgemeester samen met de wethouders nog een nummer geschreven en ingestudeerd. Dat luidkeels werd meegezongen door de aanwezigen. De melodie is natuurlijk van het meest bekende en oudste carnavalslied van Nederland. Mien, waar is mijn feestneus? Van Toon Hermans. En die melodie heb ik gebruikt. En daar hebben we een mooi Klaaiendams refrein op gemaakt. En ik heb 3 coupletten gezongen. Om trots te zijn op Klaaiendam als onderdeel van Altena. En dat er nu nog maar 2 dorpen zijn die carnaval vieren. Maar we hebben er 21 en misschien komen er nog wel meer. Het college zeer tevreden op een ongebruikelijk uur. Ze moeten er wat aan wennen, maar het is de Brabantse cultuur. In Klaaiendam is carnaval, ge zit er echt aan vast. Prins Mies loopt voorop in de optocht. De kleintrappers zijn vieren hier al jaren feest. Dat moet toch echt wel blijven hier in Altena. Als waardering voor al het werk wat er hier is verzet door de Carnavalsstichting en met de geweldige mensen hier in Klaaiendam.